goedenavond allemaal. Het is 9:15, dus wij willen proberen de draad weer op te pakken. En wij willen vanavond stilstaan bij Openbaring 11. En laten wij dat eerst met elkaar gaan lezen. Een heel indrukwekkend hoofdstuk. Ook een moeilijk hoofdstuk. Maar dat zijn we al een beetje gewend van het boek Openbaring. Ik zal het eerst lezen. Openbaring 11. En mij werd gegeven een rietstok, die mij, dat is Johannes, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel van God en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mij 2 getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden, en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Dezen hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunne profetering, en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve... en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze 2 profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het 10e deel van de stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen en de overige zijn zeer bevreesd geworden. En hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan, zie het 3e wee komt haast. En de 7e engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neer op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, om te verderven degenen die de aarde verdierven. Tot zover. Vers 19 hoort eigenlijk bij hoofdstuk 12, dus dat laat ik nu zitten. Ja, we hebben dit hoofdstuk gelezen en u hebt dat waarschijnlijk ook alvast gedaan als voorbereiding op vanavond. Al zou ik u nou zomaar eens vragen: wat vindt u nou het mooiste vers in dit gedeelte? Wat zou u dan zeggen? Ja, de eerste, dat kan. 17. Ja, dat is de lofprijzing.
Inderdaad, aanbidding van de oudste. Wat ik een heel mooi vers vind, dat is vers 12. Prachtig als je dat ook in het algemeen over nadenkt. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die twee getuigen, die getrouwe getuigen. En die stem die zei tot hen, komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden zagen het. De hemelvaart van die twee gelovigen. Of de opname. Iedereen moet in de opname geloven. Het is de opname. Iedereen moet in de opname. De opname, de hemelvaart van deze getrouwe getuigen. We gaan hoofdstuk 11 overdenken. Ik heb drie gedachten om dit hoofdstuk een beetje in te delen. We gaan letten. En af en toe schrijf ik eens iets op. Vers 1 en 2, vers 3 tot en met 13 en vers 14 tot en met 18. De eerste gedachte is die ene tempel. Die ene tempel. In vers 3 tot en met 13 van Openbaring 11 gaat het over twee getuigen. En in vers 14 tot en met 18 gaat het over het derde wee. U leest dat in vers 14, hè? Het tweede wee is weggegaan, zie, het derde wee komt haast. Nou, ik heb al gezegd, een moeilijk hoofdstuk. Ik heb er weinig of geen preken van liggen in, of die anderen hierover gehouden hebben. Want dit hoofdstuk wordt zelden bepreekt of bemediteerd. Ik begin met een uitspraak van de rabbijnen. En dat is heel belangrijk voor de uitleg van vanavond. De rabbijnen zeggen, er bestaan evenveel uitleggingen van het woord van God, als dat er Joden uit Egypte getrokken zijn. En dat waren er heel wat. Maar, zeggen ze erachteraan, geen enkel vers van de schrift mag haar letterlijke betekenis verliezen. Dat mag je niet wegredeneren door figuurlijke betekenis, symbolische betekenis. De letterlijke betekenis blijft de basis. Nou, u snapt, daar ben ik het natuurlijk van harte mee eens. Anders zou ik het niet citeren natuurlijk. Nog een hele belangrijke sleutel om de profetieën van het Oude Testament, maar ook de Openbaring te kunnen begrijpen. In het Jodendom is er geen verschil tussen geschiedenis en profetie. Geschiedenis, dat is voltooide profetie. Dat zijn wel even twee nadenkers, maar lopen we gelijk warm. Geschiedenis is voltooide profetie. En profetie wordt gezien als onvoltooide geschiedenis. Dus profetie is niet symbolisch of eeuwig of hemels. Profetie is geschiedenis die nog moet komen. Die zal worden vervuld, namelijk hier op aarde. Nou, laten we beginnen bij vers 1. In vers 1 en 2 gaat het dus over die ene tempel. En mij, Johannes, werd een rietstok, een meetstok gegeven. En de engel, die van hoofdstuk 10, dat is de Heere Jezus, stond en zei, sta op en meet die tempel van God. En het altaar en de aanbidders. Ja, in hoofdstuk 10 hebben we de vorige keer gezien dat geopende boekje in de hand van die engel. En ik heb toen iets gezegd dat dat geopende boekje duidt op wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, met name met Israël. In hoofdstuk 11 zien we de inhoud als het ware van dat geopende boekje. Israël wordt hersteld, nou dat zien we nu al in het land. Israëlieten, de Joden die er zijn, maar ook, en dat leert hoofdstuk 11 vers 1 mij, de tempel zal worden hersteld in Jeruzalem. Waar denkt Johannes hier aan? Nou, Johannes die schreef het boek de Openbaring in het jaar 95 na Christus. En wanneer is de tempel verwoest? In het jaar 70 na Christus. Dus hij kan niet denken aan die tempel die geweest is, want die was verwoest. Dus als Johannes hier de opdracht krijgt, hij moet vaak dingen zien en horen, maar hier krijgt hij een opdracht om actief te zijn, om te gaan meten. Een tempel, dat is dus een toekomstige tempel. En voor degenen die in Israël zijn geweest en die iets weten van het orthodoxe Jodendom,
De Joden, die orthodoxe Joden, die bidden eigenlijk om drie dingen. Elke orthodoxe Jood die bidt om terugkeer naar Israël. Nou, dat is nu bezig zich te vervullen, hè, sinds 1948. Ze bidden om de komst van de Messias. En ze bidden om de bouw van de derde tempel. En daar gaat het hier over. Een tempel die in de toekomst gebouwd zou worden. En als die derde tempel zal worden gebouwd, dan zal dat ook inclusief de offerdienst zijn. Anders zou die tempel natuurlijk helemaal geen zin hebben. Elke orthodoxe Jood die bidt daarom. En er zijn al zo hier en daar, als je wat leest, er zijn al heel wat voorbereidingen gaande om, als er een plek komt om een tempel te kunnen bouwen, om dan die tempel inderdaad te bouwen. Er worden al priesters opgeleid, ijverig wordt bestudeerd de dingen die je dan moet doen met de offerdienst, wat je doen moet en laten moet, de handelingen, de rituelen. Voorwerpen worden al gemaakt, gordijnen. Er is een hele club, de getrouwen van de Tempelberg, die daar al mee bezig zijn. En er is een tempelinstituut in Jeruzalem. Dus dat sluimert in het onderbewuste van de orthodoxe Joden. Ja. Ja, een terugkomst van de Messias. Ja. Ja, wij zeggen terugkomst, maar zij zeggen de komst. Zij zeggen de komst. Dus in ieder geval, die tempel is centraal in het leven van. Hoe kan die offerdienst dan gezien worden? Gaan ze dan gewoon met de dieren offeren? Of hoe? Ja. Een offerdienst is er om te offeren. Ja, inderdaad. Maar ook daar als Christus terug wordt gestaan, even een over. Ja, alleen zij zien dat. Kijk, wij denken aan de Heer, als christenen denken wij aan de Heer Jezus en het volbrachte werk. Maar een Jood heeft dat natuurlijk nog niet. Dus. Regelmatig willen ze die grondsteen leggen, hè? Dan wordt het weer tegengehouden en zo. Dus de derde tempel, in ieder geval leeft dat. En hier wordt inderdaad gesproken over een tempel. Ja, niet in de hemel, want er is geen tempel. Dus dat moet op aarde zijn. En een altaar en ook aanbidders. En het wordt hier genoemd de tempel van God. Dus God erkent ook die toekomstige tempel. Die dus gebouwd zal worden voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dicht, ja, ergens bij of op of dichtbij de plaats waar nu de rotskoepel staat. Dat moet haast wel. Ja. Dat is niet de tempel van Ezechiël. Dat is niet de tempel van Ezechiël, nee. Ik denk dat ik niet verder kom dan vers 3 vanavond. Dat is niet de tempel van Ezechiël, dat klopt. Want de tempel van Ezechiël, dat hebben we de vorige jaar gezien, die wordt gebouwd bij de wederkomst van de Messias. Maar dit is een soort wat mensen noemen de tussentempel. En daar ga ik nog een paar dingen van zeggen. Wat er in deze tempel in de toekomst zal gaan gebeuren volgens de profetieën. Johannes wordt hier, krijgt als taak het te meten op het bevel van die engel Christus. Er wordt ook gesproken over de heilige stad. Vers 2, hè, de heilige stad. Nou, de heilige stad is maar één stad. Dat is niet Rotterdam. Ook niet Mekka. Maar dat is Jeruzalem. Terwijl de kanttekeningen zijn bij die heilige stad. Die nemen dus niet de basis in de letterlijke betekenis, maar symbolisch. De kanttekeningen zeggen, dat is de zichtbare kerk. Ja, dan kan ik er natuurlijk alles invullen. Maar als je eenvoudig, onbevooroordeeld leest in de Bijbel over de heilige stad, dan denk je in Jeruzalem. En de tempel denk ik ook in Jeruzalem. En ik denk dat we zo verder komen dan symbolisch en figuurlijk het allemaal in te lezen. De aanbidders. Wie zijn die aanbidders in de eindtijd, vlak voor de wederkomst? Ik denk dat die aanbidders in de eindtijd inderdaad, ja, wie zullen daar natuurlijk offeren? Dat zijn Joden. Dat zijn Joden die getrouw zijn aan het woord van God. Dat zijn in die tijd, laat ik het zeggen, Messias beleidende Joden. He, de Godvrezende Joden in die tijd. Ik heb een prachtige uitdrukking gevonden. Zo leer je nog eens wat. Een prachtige uitdrukking gevonden in de Bijbel wat nou een Messias beleidende Jood is. In hoofdstuk 14 vers 12, dat is de mooiste omschrijving van een Messias beleidende Jood. Dat staat er in hoofdstuk 14 vers 12, dat zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus bewaren. Die geboden van God is natuurlijk de Torah.
En een Messias beleidende Jood die onderhoudt, die wil het liefst de hele Torah houden. De hele, alle geboden van God. Dat zien we nu al, dat ze ook die feesten, die Joodse feesten vieren, omdat het natuurlijk eigen is aan hun volk. Maar als die tempel en die offerdienst er zal zijn, dan willen ze natuurlijk ook die offerdienst houden als een gedachtenis, als een symbool van het grote offer dat de Heer Jezus heeft volbracht. Nou, dat is vers 1. Dan staat er in vers 2, ja, ook iets moeilijks. Er laat het voor of uit dat van buiten de tempel is. Meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Ja, wat moet ik daarmee met 42 maanden? Hoeveel is dat trouwens? 42 maanden. Dat is 3 keer 12 is 36 maanden. Dat is 3 jaar plus 6 maanden is 42. Is 3,5 jaar. 3,5 jaar. Precies. Er wordt in vers 3 gesproken over hoeveel dagen? 1260 dagen. Ja? En een jaar is in het Oude Testament 360 dagen. Een profetisch jaar. Dus als je dat nou even uitrekent, hoeveel jaar is dat? Dat is ook 3,5 jaar. Dat is ook 3,5 jaar. Precies. Er wordt vervolgens in hoofdstuk 12, daar komen we nog op, gesproken over een tijd. Tijden. En een halve tijd. Dat is een jaartijd. En tijden. Tijden. Dan moet ik even naar Peter. Peter, ik ben blij dat je er bent. Er staat in het Grieks een dualis. En een dualis is altijd twee. Twee tijden. Twee jaar. Twee, drie, plus een half. Dat is 3,5 jaar. Het is, dat zijn uitdrukkingen, maanden, tijd, dagen, voor diezelfde periode. 3,5 jaar. En in Daniël 9, vers 27, dat is ook heel erg belangrijk. Ik ga dat even met u lezen, want anders snapt u het niet. In Daniël 9, vers 27. Ja, we zijn niet. Ik hou geen preek, maar we zijn echt bezig met Bijbelstudie nou, hè? Het zou op zich al een hele avond vergen om Daniël 9, vers 25, 26 en 27 uit te leggen. Volgend jaar, ja. In Daniël 9, vers 26 staat: na 62 weken. Dat zijn 62 jaarweken. Kan je precies uitrekenen. Zal de Messias worden uitgeroeid. Die Messias is de Heer Jezus. Als je rekent vanaf deze jaarweken, ongeveer Daniël naar de Heer Jezus in het Nieuw Testament, dan zie je dat er 62 jaarweken zijn. Dan zal hij worden uitgeroeid, dat is Golgotha. En dan blijft er nog één jaarweek over, de 70. Dan staat er in vers 27, en hij zal velen het verbond versterken. Eén jaarweek. En in de helft van die week zal hij het slachtoffer en spijsoffer, dat heeft te maken met de tempel dus, het offer, dan zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ik wijs op de uitdrukking de helft van die week. Een week, ja, er staat eigenlijk een zevental in oorspronkelijk, is zeven. De helft van die week is dus 3,5. Ziet u dat Daniël 9 te maken heeft met deze periode? Nou, als je dan schrift met schrift vergelijkt, dan blijkt dat die 3,5 jaar de tijd wordt genoemd van de grote verdrukking. De laatste 3,5 jaar voor de wederkomst van de Heer Jezus. De openbare wederkomst van Christus. De tijd van de grote verdrukking. En ziet u dat er in Daniël 9 ook gesproken wordt over een gruwel? De gruwel der verwoesting. Een gruwelijke vleugel of de gruwel der verwoesting. Ja, waarop vastbesloten zal zijn totdat het einde zal komen. Over die gruwel der verwoesting, beste mensen, spreekt de Heer Jezus ook.
In Matthäus 24. En ik hoop dat nu het, ja, dat het nu een beetje bij elkaar gevallen. De reden over de eindtijd. In Matthäus 24, vers 15. Daar staat: wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Matthäus 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, net gelezen, staande in de heilige plaats. Nou, er is maar één heilige plaats. Dat is de tempel in Jeruzalem. De gruwel der verwoesting zal staan in de heilige plaats. Die het leest, die merken daarop. En dan zegt de Heere Jezus ook in datzelfde gedeelte, even kijken hoor, vers 21, want als dan zal er een grote verdrukking wezen. Ziet u dat die term weer terugkomt? Nou, hoe zit dat dan met die offerdienst in die heilige plaats en die gruwel der verwoesting, waardoor die offerdienst dus in die helft van de week zal ophouden? Nou, ik denk dat je het zo moet zien. En dat zeg ik natuurlijk niet omdat ik dat heb verzonnen, maar dat zeg ik nu omdat er ook vele andere verklaarders dat zeggen. Ik denk dat je het zo moet zien. Kijk, als je Daniël er zo bij neemt en alles bij elkaar, dan zie je dat die laatste periode, dat je zegt van, die is te verdelen in 7 jaar. En de helft van de jaarweek, dat is die laatste 3,5 jaar, dat is de tijd van de grote verdrukking. Dat hebben we net gezien. Die is dan de tijd van de wederkomst. Dat is de tijd van de grote verdrukking. In die eerste tijd zal daar die tempel zijn, Openbaring 11, de tempel van God. En daar zal inderdaad offerdienst zijn en aanbidders, hebben we net gelezen. En wat gebeurt er dan ongeveer in die helft van die tijd? Dan zal er een, hier zal eredienst worden gehouden. Eredienst. En dan tegen de helft van die tijd, die laatste 3,5 jaar, dan zal die eredienst veranderen in een gruweldienst. Een gruweldienst. Want wat gaat er gebeuren? In die tijd zal de antichrist koning zijn over Israël. En die zal die eredienst toestaan, maar op de helft van die laatste 3,5 jaar zal hij daar een groot beeld zetten. We lezen dat in Openbaring 13, daar komen we. Als u het blijft volgen, dan komt het vanzelf allemaal, gaat het allemaal vallen. Dan zien we dat hij een beeld zal maken en dat beeld zal worden aanbeden. En dat beeld, dat zal hij maken en zetten in de tempel. In de tempel. Hij zal zichzelf zelfs in de tempel zetten en zeggen dat hij God is. En dat ik dat nou allemaal niet uit mijn duim zuig, dat zegt ook Paulus namelijk. En dat ga ik ook met u even lezen. En dan hebben we het weer gehad voorlopig. 2 Thessalonicenzen 2. Dus Daniël spreekt ervan, de Heere Jezus in de eindtijd, Johannes in Openbaring, ook Paulus zegt iets over die toekomstige tempel. 2 Thessalonicenzen 2. En daar lezen wij, even kijken welk vers dat is. Even kijken, oh ja, vers 4. Wat staat er boven? In mijn Bijbel staat er boven de openbaring van de antichrist. Dat niemand u verleide, vers 3, in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij eerst de grote afval is gekomen. En geopenbaard zal zijn de mens der zonde, de zoon van het verderf, dat is de antichrist. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd is, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten en zichzelf vertonend dat hij God is. Ziet u dat? Nou, als hij zichzelf dan in die tempel, in het allerheiligste gaat zetten en doen alsof hij God is, en zelfs een beeld zal neerzetten in die tempel, nou, dan zal inderdaad die eredienst veranderen in een gruweldienst. In die laatste
allerlaatste fase. En dat het de allerlaatste fase is, dat leest u ook in 2 Thessalonicenzen 2. Want hoe loopt dat af? Dan staat er dat de Heere, vers 8, als dan zal de ongerechtige opgeopenbaard worden, die de Heere zal verdoen, vernietigen, door de geest van zijn mond en teniet zal maken door de verschijning van zijn wederkomst. Hè? En dat is dit. Nou, ik hoop, ik kom zo bij u, dat u ziet dat die 42 maanden dus duiden op die allerergste, donkerste, gruwelijkste tijd vlak voor de wederkomst. Ja? Eén vraag over eigenlijk. Ja, ja. Ja, mag. Dat als het tempel gebouwd is in de tempel, dan zou betekenen dat de eindtijd ook gedefinieerd is. Die gedefinieerd, ja, die wordt wel beschreven. Ja, 3,5 jaar. Ja. Dus dan is de eindtijd voorspelbaar. Het gaat toch niet dat het aan het begin van de 3,5 jaar is. Dan is hij er. Wat ik probeer, dat is om die 42 maanden uit te leggen. En het verband te laten zien tussen 42 maanden, 1260 dagen, de half van de jaarweek, enzovoort. Ik krijg allemaal vragen, mensen. Het is geweldig. Het schema dat u aangebracht, die verdeling, dat is de eerste die aangebracht, dat is de zegels bij de kamer. En als dat de verzuimde, dan is het de tweede helft in de aangebracht. Ja, ik denk dat het onder de bazuinen gebeurt, ja. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat als u nou die 42 maanden leest, dat u zegt, oh, ik heb daar wat over gehoord op de Bijbellezing, en dat is niet zomaar een aanduiding van een onbepaald aantal symbolische tijd, maar dat is dus een gedefinieerde tijd. Kijk, ik kan het ook zo uitleggen. Als ik gewoon echt goed geïnformeerd ben, dan zou ik zeggen, dan zou ik het met Brakel kunnen zeggen, kijk. Jij betaalt nog wat. Ja, dat klopt. De kanttekeningen. Die gaan het symbolisch invullen. Weet je wat die zeggen? Ik heb me helemaal ingelezen. Weet je wat die zeggen? Kijk, Brakel. Ik hou van Brakel. Wilhelmus uit Brakel. Die zegt die 1260, dat moeten we letterlijk nemen. Helemaal mee eens. Maar wat doet hij nou? Hij zegt, die 1260, dat getal moeten we letterlijk nemen. Alleen die dagen, maken we er jaren van. Dus dan probeer je eigenmachtig te veranderen. Dan maak je er jaren van. En dan zegt hij van, weet je waar dat op slaat? Dan kijkt hij terug. Hij zegt, sinds Constantijn de Grote, in het jaar 325 na Christus, werd het christendom ingevoerd. Nou, als je daar 1260 jaren bij optel, dan kom je in 1585. Hervorming, reformatie. Ik vind het een prachtige uitleg. Maar ik geloof er niks van. He, want dan ga je dat inderdaad invullen vanuit het verleden, terwijl ik denk dat de Openbaring een boek is die betrekking heeft op de toekomst. En zal vervuld worden vlak voor de wederkomst. En dan zegt hij die twee getuigen, en dat doet hij dan weer niet, dat is weer jammer. Hij zegt, dat zijn er geen twee, dat is gewoon een onbeperkt aantal. Dat is de christelijke kerk. En dat is de kerk, en die is vervolgd door de Roomse kerk. En die is als het ware gedood. En bij de hervorming kwamen ze weer tot leven. En schitterend, hemelvaart, blinkend en zo. Ja, dat is ook een uitleg. Dan zit hij in geïnformeerde wateren, maar ik geloof dat niet. Dus laten we nou proberen om het zo lang mogelijk letterlijk te nemen. Zelfs de rabbijnen zeggen, ik ben geen rabbijn, maar zelfs de rabbijnen zeggen dat voor de komst van de Messias er inderdaad ook die 7 jaren zullen voorafgaan, waarin de dingen zullen gebeuren die de Heer Jezus ook heeft voorzegd. Soortgelijke dingen. 3 jaar en 6 maanden. Waar doet u dat dan denken? 3 jaar, ik zeg het bewust zo, en 6 maanden. Wie is de Bijbel vast? Elia, precies. En het regende niet op de hemel 3 jaar en 6 maanden. Er was ook een enorme tijd van afval en verval. Nou, Elia komen we zo nog over te spreken. Brakel heb ik uitgelegd. Laten we gaan naar vers 3. Dat zijn de twee getuigen, ja? Het zit een beetje met die voorhoofd, een beetje uitgezocht. Maar ik denk van wie is de heidenen gegeven?
Ja. Ja. Ik denk, waarom is dat nou weer zo voor die heidenen en moet je dat niet tellen terwijl gewoon bijgehoord als dat de blijven in het vorige klas denkt, zeg maar. Ik heb het niet kunnen vinden. Is het wel bij uitgevoerd? Nou, dat is niet zo lastig. Kijk, ik weet natuurlijk ook niet overal een antwoord op, maar je moet bedenken dat er in de tijd dat die tempel er nog stond, voor 70 na Christus, had je 3 voorhoven. Ja, dat dacht ik. 3. Je had namelijk het voorhof inderdaad van de priesters. Dat was het eigenlijke voorhof. En daar had je dan het voorhof van de mannen. Hè? En de vrouwen. En dan had je daar buiten het voorhof van de heidenen. En daar gaat het over. Vandaar dat het ook staat de heidenen overgeleverd. Kan ik, dit is dus iets over de tempel. Iets hoor, iets over de tempel. Vers 1 en 2. Kan ik naar mijn volgende stap? Ja, ik kom. Omdat er namelijk gesproken wordt, ja, in 1 Petrus 2, u moet goed rekening houden met het karakter van de Bijbelboeken. Ja. Dit is een profetisch boek. En Petrus is een brief. Kijk, het feit dat het daarom gelovigen gaat, is al de uitdrukking levende steen. Hoe moet je nou een levende steen letterlijk nemen? Ja. Dus dat spreekt vanzelf al van. Dat de betekenis dus gelovigen is. Is dat meer een hemels gezicht wat hij dan ziet? Ja, dat, wat Petrus eigenlijk ziet. Ja, u hebt natuurlijk die preek in uw hoofd, ik snap het wel. Die vorige week, in die trouwdag. En wat Petrus ziet is, kijk, de tempel van God in onze tijd. Dat is de gemeente. Dat is nu, in onze tijd. Hè? Christus is de hoeksteen. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is inderdaad in onze tijd het geestelijke huis. De tempel in de Heere, dat is geestelijk. Nu is onze aanbidding ook niet met offerdieren, maar in de geest. Hè, maar waar het hier om gaat, is die eindtijd voor de wederkomst. Als de gemeente al in die 24 ouderlingen in de hemel is opgenomen. Hè, en de God de draad met Israël weer oppakt. Hè, dus dat is een ander. Iets inderdaad. Ja, ja, heel goed. Heel goed. Het altaar in vers 1 is terug op het altaar. Dat kan, daar zijn de meningen verschillend over. Het is in ieder geval een altaar. Of het nou het reukoffer, het brandofferaltaar is. Ik weet het zelf niet. Je ziet, het hebben allemaal zich voorbereid, hè? Heel goed hoor. Ja, ik weet het niet. Sommigen zeggen het reuken, anderen zeggen het brandofferaltaar. Ik kan het niet precies zien. In Daniel 7, vers 25 is sprake van tijden en halve. Ook, ja. Ja. En in Openbaring 12 ook, komt hij terug. Klopt. Ik ga naar nummer 2. Gedachte 2. Dat was die twee getuigen. Oh ja. Er staat er in vers 3, en ik zal mijn twee getuigen macht geven, en ze zullen profeteren. 1260 dagen met zakken bekleed. Weet je, even een detail. Als het gaat over 42 maanden, dan gaat het over heidenen. Als het gaat over 1260 dagen, gaat het over de gelovigen. Zie je dat? Dat vind ik ook een opmerkelijk iets. Als het gaat over heidenen, dan heeft God het natuurlijk ook in zijn hand, 42 maanden. Maar als het gaat over zijn kinderen, dan heeft de Heer tot op de laatste dag het uitgeteld. He, niet zo ongeveer, nou 42 maanden zo ongeveer. Maar tot op de dag. Zoals hij de haren van mijn hoofd geteld heeft, zo heeft hij ook de dagen geteld waarin zijn gelovigen, zijn predikers, zijn profeten, zijn getuigen, hier op aarde van hem mogen getuigen in een donkere tijd. Dat is tot op de dag geteld. En dat is heel troostrijk, vind ik. Gods getrouwe getuigen in de eindtijd, daar gaat het hier over. Ik begin eerst algemeen, zonder dat we gelijk in de details treden. Ik vind het zo rijk om te zien dat God altijd in elke fase van de geschiedenis zijn getuigenis op aarde geeft.
Ik ga u daar een zeven van voorbeelden van geven, om u daar echt flink van te overtuigen. God heeft altijd een getuigenis op aarde. Ik denk aan de eerste wereld voor de zondvloed. Voordat de zondvloed kwam. Dus was ook een eindtijd, voordat het oordeel kwam van het water. Wie waren toen de getuigen? Henoch en Noach. En Noach was een prediker van gerechtigheid. Dat was Gods. Dus de wereld kreeg een waarschuwing in die twee. En een nodiging om in de ark te komen. Dat is één. Vlak voordat Sodom en Gomorra verwoest werd door vuur, was er toch één in Sodom en Gomorra die een rechtvaardige ziel had. En dat was Lot. Dat is twee. Ik denk aan Jeruzalem, vlak voordat Jeruzalem verwoest werd door vuur en het volk in de ballingschap van Babel ging, was er een getuige, een boetgezant, die een oproep tot bekering, dat was Jeremia. Ik denk aan vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus, was er ook een boetgezant, die hen oproept tot bekering, tot berouw en boetedoening. Dat was Johannes de Doper. Ik denk aan zelfs het Nineveh als heidense stad. 40 dagen de tijd en er was een prediker, Jona. Ik denk aan Jeruzalem dat door Rome werd verwoest in 70. Daarvoor, zegt de ongewijde geschiedenis, was er een boetgezant die alom riep, wee, 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 het volk van God. We staan in de Bijbel, we zaten in Flavius Josephus. En zo zie je ook in de eindtijd, vlak voor de wederkomst, is daar weer een getuigenis wat God geeft. Boetepredikers die oproepen tot berouw en bekering en die oproepen tot geloof in God en zijn gezalfde, die van hem getuigen, zodat het getuigenis van God, de levende God en zijn gezalfde, de Heer Jezus, niet helemaal weg zal zijn. Die antichrist die zal natuurlijk proberen om alle eredienst en alle gedachten aan de levende God uit te bannen. Maar die getrouwe getuigen, die twee die er dan zullen zijn, die zullen zorgen dat er toch van de levende God zal worden getuigd. En dat is prachtig. Matthew Henry zegt, ook een mooie Bijbelverklaring hoor, die twee gele boeken, hè? Die twee gele man. Matthew Henry zegt, die twee getuigen die staan op gedurende de periode van de antichrist. Daar ben ik helemaal mee eens. Alleen hij ziet de antichrist als de paus en ik zie het als in de toekomst. Maar het is wel waar, de periode van de antichrist in Jeruzalem. Ik ga een aantal dingen over die twee getuigen zeggen. Laat ik het zo eens proberen voor u wat inzichtelijker te maken. Als u dadelijk weggaat, dan verwacht ik niet dat u zegt, nou begrijp ik alles. Maar ik hoop wel dat u dadelijk weggaat en zegt, nou begrijp ik er iets meer van. Die twee getuigen. Eerst maar heel simpel hun aantal. Dat zijn er twee. Een aantal zijn er twee. Ja, waarom zou u dat niet letterlijk nemen? Henoch en Noach, dat waren er twee. Dus ik zou niet weten waarom ik dat symbolisch moet doen. Een aantal twee. Wat is hun werk? Hun werk is, er staat, ze worden getuigen genoemd. Ze worden genoemd profeten, ze profeteren. En predikers inderdaad. Predikers, zo in de geest, net als van Johannes de Doper. Dat is hun werk. Ik heb al gezegd, ze waarschuwen tegen de afval in de tijd van de antichrist. En ze wijzen heen op de spoedige nabije komst van de gezalfde Jezus Christus. Het derde, dat is de tijd, heb ik ook al wat over gezegd. De duur waarin zij zullen getuigen, dat is inderdaad weer die 1260 dagen. De periode van de antichrist. De slotfase vlak voor de wederkomst. In een tijd van zeer grote afval. In een tijd die de allerdonkerste zal zijn van de wereldgeschiedenis. Dan staat er vervolgens hun kleding. Wat kan ik van hun kleding zeggen? Ze waren met zakken bekleed. En die zakken, ze waren met zakken bekleed. Dus dat wijst al een beetje op hun de manier waarop ze zullen preken. Hè?
zoals Elia, hè, met een kemelshare mantel, en Johannes, hè, zakken in het teken van rouw, vanwege de droevere toestand die er dan zal zijn, ook de droevere toestand van het volk. Die zakken, die werden vroeger gemaakt van het zwarte geitenhaar. En dat was een teken van rouw, van berouw, van droefheid, droevige toestand. Inderdaad, dat is hun kleding. Dat is hun uiterlijk. Hun innerlijk, dat staat er in vers 4, deze zijn de twee olijfbomen, de twee kandelaars die voor de God der aarde staan. He, dus uiterlijk zijn ze inderdaad in de rouw. En ja, qua innerlijk zou je kunnen zeggen, ja, dan zie je, er wordt gesproken over olijfbomen, twee olijfbomen en twee kandelaars. Je moet een beetje gevoel hebben voor de taal van de Bijbel. De olijfboom, die is natuurlijk bekend vanwege zijn olie. En olie is altijd in de Bijbel het beeld van de Heilige Geest. He, dus het zullen twee godsmannen zijn die vol zullen zijn van de Heilige Geest. En de kandelaar is natuurlijk een beeld van goddelijk licht. In die donkere periode, dan zal het licht, het goddelijk licht, verspreid worden, met name in Jeruzalem, door deze twee getrouwe getuigen. Het licht van Gods waarheid. In een tijd van de grootste afval en de grote verdrukking, die donkere tijd. Nou ben ik kom bij nummer 5. U raadt al hoeveel punten ik heb. Nummer 5, dat is, heb ik al iets over gezegd. Een tijd heb ik gezegd, plaats. Oh ja, dat is hun macht. Hun macht. Wat zegt vers 5 en 6 daarover? En zo iemand hen wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Dus ze zijn onschendbaar. God zorgt, God beschermt ze, heel duidelijk. Er zijn natuurlijk mensen die in die tijd, die hun de mond wil stoppen. En die hen willen uitschakelen, willen doden. Maar dat zal hen niet gelukken. Ze zijn diplomatiek onschendbaar. Omdat ze diplomaten, afgevaardigde gezanten van God zijn. He, en ze krijgen zelfs zoveel macht dat ze met vuur hun vijanden kunnen doden. Aan welke geschiedenis in de Bijbel moet u dan denken? Weer Elia. Kent u die geschiedenis dat die 50 mensen komen, soldaten, om Elia gevangen te nemen? Zo mogen er vuur uit de hemel komen, zegt Elia. En die 50 die werden verteerd door het bliksemvuur. Die was ook bijzonder beschermde God. Weer die herinnering aan Elia. Dat is hun macht. Ten ene kant om te bestraffen. Aan de andere kant zie je dat God hen ook macht geeft om hun boodschap van Gods wegen kracht bij te zetten. Drie tekenen. Vers 6. Drie tekenen om hun goddelijke boodschap, goddelijke kracht bij te zetten. Wie ziet ze alle drie? Het is, ja, inderdaad, geen regen op aarde. Moet u natuurlijk weer denken aan Elia. In die tijd van 3,5 jaar. Water in bloed. En de aarde, precies, de aarde met allerlei plagen kunnen slaan. En dat hij is natuurlijk heen naar Mozes, hè? Die 10 plagen uit Egypte enzovoort. Enzovoort. Dat wijst heen naar Mozes. Dus aan de ene kant zien we in die twee getuigen herinneringen aan Elia. En aan de andere kant zien wij in die andere getuigen, in die twee getuigen, zien we herinneringen aan Mozes. En ik denk dat dat niet voor niets is. Ze krijgen bovennatuurlijke macht om die bovennatuurlijke tekenen te doen. Waarom is dat nou nodig? Die bovennatuurlijke tekenen. Waarom is het nodig dat hun boodschap kracht wordt bijgezet? Ja, om die mensen te overtuigen. Ja, maar goed. Het is de tijd van de Antichrist. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat God dat geeft in die tijd. En zeker in de tijd van al onze, zeg maar, media. De hele wereld zal dat zien. Ja, en nog een stap verder. Het is inderdaad om hun kracht bij te zetten, getuigenis van God kracht bij te zetten. Maar in die tijd
zullen er ook vele, precies, mijn stift is op, maar zullen er vele verleiders zijn en vele valse profeten die ook, net zoals Jannes en Jambres in de tijd van Mozes aan het hof, die ook tekenen en wonderen zullen doen. He, zoals die twee tovenaars in Egypte, ook die staven op de grond wierpen, werden ook slangen. Maar de staf van Aaron Mozes, die was sterkste. He, dus er zullen ook allerlei tekenen door duivelse krachten gebeuren. Maar God laat wel zien dat hij de sterkste is. He, als een soort goddelijke antikracht tegen duivelse, misleidende tekenen en wonderen. Nou, dat is iets over hun macht. Ik heb al gezegd dat die twee profeten, ik denk niet, ook dat zijn er heel veel verklaringen voor, die zeggen van ja, het zullen Elia en Mozes zijn die dan terugkeren. Dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat het twee profeten zullen zijn, de eindtijd, die in de geest en de kracht van Mozes en Elia het getuigenis van God, de levende God op aarde, zullen bekrachtigen. He, ik denk dat, dat ze in de geest en de kracht van Elia zullen optreden. Mozes en Elia, de wet en de profeten. Mozes die leefde in de tijd dat het volk onderdrukt werd. Dat zal in die tijd zijn door de antichrist. Elia die leefde in een tijd van grote afval. En dat zal in die tijd natuurlijk in de eindtijd nog veel groter zijn. Die afval. De twee belangrijkste profeten uit het Oude Testament. Die bovendien ook op de berg der verheerlijking verschenen. Mozes en Elia en in het midden de Heer Jezus. En zo zien we dat Mozes en Elia als het ware hier vlak voor de komst van Christus in zijn glorie. Dat ze in de kracht van Mozes en Elia verschijnen. En u weet ook de Joden die geloven voordat de Messias komt, komt eerst Elia. Elia. En Mozes, precies. Mozes, Elia. Ze zetten een stoel klaar als ze het paas gaan vieren en zetten de deur open. Dan kan Elia aanschuiven als hij komt. En een glas wijn met een huwelijks inderdaad, ook, ceremonie, doen ze het ook. Bovendien zeggen de Joden dat niet alleen, maar het Oude Testament zegt dat ook. Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Malachi, de laatste verse, in Malachi 4, staat het u voor de, ik zal het even lezen, want ga ik te snel. Ja, en dan worden ze allebei genoemd. Mozes en Elia. Ziet u hoe dat boek Openbaring doorspekt is met allerlei citaten uit het Oude Testament? Dat alles met alles samenhangt. Malachi 4. Dat gaat ook, Malachi 4, over de wederkomst. Kijkt u maar in vers 1. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Goddelozen zullen zijn als een stoppel. Eer dat die toekomstige dag, die zal ze in vlam zetten. Maar voor u die de naam des Heren vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Na die donkere periode van die laatste 3,5-7 jaar, zal de zon opgaan. Dan zal het weer licht worden. Namelijk het licht van de wederkomende Jezus, die het licht der wereld zal zijn. En dan staat er in vers 4, gedenk aan de wet van Mozes. Daar wordt bij zijn naam genoemd. En vers 5, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. En dus hier worden Mozes en Elia ook genoemd. En we vinden in Openbaring 11, zien we hen als het ware optreden. Twee getuigen, kracht, de geest van Mozes en Elia. Ja? Ja, ik heb juist vanavond heerlijk op de berg gelezen. Ja. Maar weet je wat mij nou treft dan? Dat de Heer Jezus ook zegt tegen zijn discipelen dat Elia gekomen is. Ja. Maar ja. Moet ik dat dan rijmen met dit? Ja, dat klopt. Maar, wat zeg u? In de kracht van Elia, Johannes de Doper. Ja, maar als je die teksten vergelijkt, ja, dat voert te ver. Want, maar ik kan het wel even tegen u zeggen. Het voelt ver om dat nu uitgebreid te doen, maar ik heb dat ook onderzocht. Als je dan Matthäus vergelijkt, je vergelijkt Lucas 9, dan zeg je ziet ook dat de discipelen
ook dacht de verheerlijking op de berg, de verheerlijking van de Heer Jezus, ook, nou komt het, hè. Dus ook aan Elia dacht hij daaraan vooraf ging. De Heer Jezus zegt ergens in Lucas 9, dacht ik, indien gij het geloven wil. Indien gij het geloven wil, hè, deze is de Elia. Hè, maar het volk was in ongeloof. Al zouden ze nou massaal, zeg maar, Johannes getuigenis hebben geloofd en de Heer Jezus hebben aangenomen, ja, dan zou het anders gegaan zijn. Hè, maar ze hebben zowel de voorloper Johannes als de Heer Jezus zelf verworpen. Hè. Dus dat ene zinnetje staat ergens van, indien gij het wilt aannemen, dat hij het is. Ja, en bovendien staat er in Johannes 1 ook van, als Johannes gevraagd wordt, bent u nou Elia? Dan zegt hij, ik ben het niet. He, dus je ziet dat die twee sporen, al hadden ze het aangenomen, dan zou het zo geweest zijn, omdat ze het verworpen hebben, niet. Maar daar staan een paar, ik heb het opgezocht, dus wat ik zeg, ik kan je allemaal nakijken. Zo zien we elkaar. Ik ga nog even naar punt 6. Dat is hun dood. En punt 7, dat is hun hemelvaart. Nou, een hemelvaart, dat hebben we gezien, dat is vers 12. En laten we kijken naar hun einde, hun dood. Dat is vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, na die 3,5 jaar, dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren. En dan zal hen overwinnen en hen doden. Oh, dat beest, dat is ook alweer heel wat. De tijd gaat veel te snel vanavond. Het beest. Eerste keer dat hier in Openbaring het beest genoemd wordt. Als u nog twee keer komt, dan zijn we in Openbaring 13. En dan wordt uitgebreid gesproken over dat beest. Een beest uit de afgrond. Dus het gaat al, de afgrond, het gaat hier over een demonisch iets. Wie is dat beest uit de afgrond? Mag ik dit alvast zeggen, zonder het gelijk allemaal uit te leggen? Maar dan hebt u alvast een handvat. Een handvat. Ik heb al gezegd. Dat is heel belangrijk om te onderscheiden. Ik heb al gezegd er in die eindtijd de antichrist zal zijn. En die antichrist, dat moet u goed beseffen, dat zal in die tijd de leider zijn van Israël. De Messias, de koning. De Messias van Israël. Antichrist heeft in de Bijbel altijd te maken met Israël. Godsdienstige leider, politieke leider ook, messiaans figuur. Maar het beest, dat is, in Openbaring 13 wordt er verder over gesproken. Het beest, dat is een figuur in de Openbaring, dat heeft te maken met een soort wereldleider. Een wereldleider, een alleenheerser, een eindtijdelijke, ja, Hitler of een Hussein of een Napoleon of een Karel de Grote. Iemand die hoofd zal zijn van een heel groot gebied, van een wereldrijk. Hoe kom ik daaraan? Nou, dat zuig ik niet helemaal uit mijn duim natuurlijk. En dat is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen, want het beest... Kijk, stel je voor, dit boek is gelezen door de eerste lezers. Johannes heeft dit boek geschreven en dit boek wordt gelezen door de eerste lezers. Messias beleidende Joden, die lezen dit boek. Als een Jood hoort van het beest, dan denkt hij altijd in eerste instantie aan Daniël. Ook weer, dat beest is een oud-testamentische term voor, en daar komen we tegen in Daniël, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7. Ik ga het anders zeggen. U weet dat Daniël in hoofdstuk 2 spreekt over dat beeld, hè? Dat gouden hoofd, zilver, koper en ijzer. En alleen. Wat er ook bij. Dat gouden hoofd, dat was Nebukadnezar. Hoofd van het wereldrijk van Babel. Zilver, dat was inderdaad Cyrus, Kores, de Perzen. Met als hoofd van dat wereldrijk Kores of Cyrus of Artaxerxes of hoe je dat ook wil noemen. Dat was het wereldrijk in die tijd van de Mede en de Perzen.
brons was de Grieken onder leiding van een wereldleider. Namelijk, ja, niet Willem, maar Alexander de Grote. Alexander de Grote. Een wereldleider van een wereldrijk. En dan dat laatste rijk, dat is ijzer en ijzer en leem, dat was het beeld van het Romeinse Rijk. Met zijn twee benen. Ja? Oost, west. Het Romeinse Rijk onder leiding van Augustus. Als je nou goed op de wereldkaart kijkt, dan zie je één been nog liggen. Italië. Salaas. Ja, grapje. Maar het heeft wel te maken met dat Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk. Dat heeft wel mee te maken. Onder leiding ook van de wereldleider. Daar gaat het mee om. En dan zie je, maar dat moet u thuis maar, dat in Daniël 7, dan worden diezelfde vier rijken vergeleken met vier beesten. Het gouden hoofd, Daniël, de wereldrijk van Nebuchadnezzar, wordt vergeleken met een leeuw. Het zilverrijk wordt vergeleken met het beest. Een beer. En het bronzen rijk van het Griekenland, dat werd vergeleken met een panter. Luipaard. En dan komt het Romeinse Rijk werd vergeleken met een beest. Beest, een monster. Een beest, een monsterbeest. Dus, het Romeinse Rijk, dat wordt vergeleken met een monsterbeest. Ja, ik ga op de dingen vooruit lopen, moet ik eigenlijk niet doen. Maar, anders kan ik het niet uitleggen, ja precies. Ja, je moet toch dingen slikken en later mag ik het allemaal weer een beetje recyclen. Nou staat er van dat Romeinse Rijk, dat beest, het was, het is, niet, en het zal zijn. Nooit gelezen? Het was er, namelijk tijd tot de Heer Jezus geboren werd. Toen was het er, het Romeinse Rijk. Ja? Het is niet, in onze tijd is dat er nog niet. En het zal zijn, namelijk in die toekomst. Wat ik wil zeggen is dat dat beest onder leiding, dat een rijk, een wereldrijk zal zijn. En dat er niet alleen een antichrist zal zijn in Israël, maar dat er ook een wereldleider zal zijn die het voor het zeggen zal krijgen. En die wereldleider, die zal dus die twee getuigen doden. En dat zal worden gehoord. Want er staat in vers 8, hun dode lichamen zullen liggen op de straten van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar de Heere gekruisigd is. He, als het getuigenis ten einde is, dan zal hij een overwinning behalen. En dan zullen ze liggen dood op de straten. En hij is zo'n beest, vers 9, dat die lichamen, die lijken, die liggen op de straten en die mogen niet begraven worden. Ja? Twee verschillende dingen. Heel duidelijk. Ja, twee verschillende dingen. En dan staat er, en de mensen uit de volken en geslachten en talen en natie zullen hun dode lichamen zien liggen 3 dagen. Hoe is dat toch mogelijk? Dus wat er dan gebeurt in Jeruzalem, dat daar die twee godsgetuigen worden overwonnen en worden gedood. Heel de wereld ziet hen liggen. En ze zullen zelfs feest vieren en blij elkaar cadeautjes geven, want die twee getuigen, die zijn nu eindelijk gedood. Hoe kunnen ze hen zien liggen? Kan dat? Kunnen wij zien wat er in Jeruzalem gebeurt? Ja, natuurlijk kunnen we dat gebeuren. He? Dan krijg je, als je CNN ophoudt, krijg je breaking news. En dan komt er weer iets van, hé, dat is toch iets, een ramp. En dan staan die journalisten staan er met een neus bovenop. Dus dat is geen probleem. Om heel de wereld te laten zien wat er daar gebeurt. Wij kunnen nu ook de klaagmuziek. Daar hoef je geen gemeentereis voor te maken. Die kan je inderdaad zien. Ook daarin zie je dat kan, de hele wereld. Vers 10, en die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven. En ze zullen elkander geschenken zenden. Opgeruimd, die twee godsgetuigen.
He, want dat was natuurlijk, dat deed natuurlijk ontzettend pijn, want ze kwamen met het getuigenis van God. Ze klaagden hen aan. He, ik weet niet of ik dat een beetje kan aanvoelen, maar als er iemand zit, stel je voor, je hebt een goddeloos gezelschap. Het komt wel eens voor op een verjaardag. Ik weet niet of u dat kent. Dan weet u precies wat ik bedoel. Stel je voor dat je een familie hebt die je helemaal nergens aan doet. Waar geen christenen zijn. En je gaat uit plicht, ga je naar een verjaardag. En jij bent een christen. Nou, dan kan het zo zijn dat, ja, dat ze houden zich in om jij er bent. Dat weten ze. En zodra je weg bent, nou kunnen we tenminste, weet je, nou kunnen we gaan hijsen. Nou, zoiets, hè? Zeg, die getuigenis, dat pijnigde hen. Niet alleen vanwege dat vuur en die regen die niet kwam, maar ook vanwege hun gewetenwet. Ze konden niet ongebonden zijn. Ze werden ingehouden door getuigenis dat hun geweten aansprak. Hè? Wat een rem erop zette. Dat zie je nu al met de christenen. Bijvoorbeeld, ze zijn zo kwaad dat abortus. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Precies. En er staat er in vers 12 en zij hoorden een grote stem. Kom hier, ze worden levend. Dat zullen ze het ook allemaal zien. Getuigen van de opstanding. We hebben pas Pasen gehad. Ze zeggen, ja, maar niemand was erbij geweest. Dat klopt. Niemand heeft gezien dat Jezus opstond. Wel dat hij leeft. Maar niet de opstanding zelf. Dan zullen de alle volken, er staan natuurlijk camera's op. Dan zullen alle volken getuigen zijn dat die lijken weer levend worden. Zouden we aan dominee Nico ter Linde moeten laten lezen dit. Dan worden lijken weer levend. Hè? En dan zullen ze ook in een wolk. Diezelfde wolk waarin de Heer Jezus naar de hemel gevaren is. Hè? Die Shechina, die heerlijkheid van God. Die wolkkolom. Zullen ze in de hemel worden. Dat staat er. Worden opgenomen. Hè? Dus in dat zal wat zijn voor de wereld. Dan zullen ze in plaats van die verminkte lijken. Die ze daar liggen daar. He, weg, die verminkt. Zullen ze verheerlijkte overwinnaars zien opstijgen, hemelvaart van de gelovigen. En daarom staat er, ze vrezen met grote vrezen. Hier staat dus, ze zullen dode lichaam zien 3,5 dagen en een halve. Dan komt die 3,5 weer terug. Hè? Wat is nou de relatie met die 3,5 dag van deze dode en het schema wat u betekent? Nou, dat 3,5 dag is en de rest is 3,5 jaar. Maar dat zou ook aan het eind der tijd kunnen zijn dan. Ja, daar gaat het hier over. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Ik snap uw vraag niet, denk ik. Maar... Nee. Je ziet wel, ik weet niet of ik dat bedoel, je ziet wel hoe lang hebben ze getuigd. Ze hebben getuigd 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. Ja. Dat was de tijd waarin ze konden prediken. En de tijd waarin ze als lijken op de straten liggen was 3,5 dag. He, dat zijn twee verschillende tijdsaanduidingen. Maar je kan wel een overeenkomst trekken tussen het getuigenis wat de Heere Jezus gaf en deze getuigen. Er staat niet voor niks in vers 9, alwaar onze Heere gekruisigd is. De Heer Jezus heeft ook ruim 3 jaar op aarde openbaar geleefd, getuigd, wonderen gedaan. Alleen dat waren geen oordeelswonderen, maar genezingswonderen, genadewonderen. En de Heer Jezus heeft ook, in die 3 jaar hebben ze hem niet kunnen stenigen. Ze wilden ze wel, maar ze konden hem niet stenigen. En toen is hij toch gestorven, hè, aan het kruis. En toen heeft hij ook 3 dagen... En toen is hij ook weer opgestaan en naar de hemel gevaren. Dus de gang van de Heere Jezus, die zien we ook weer terug bij de gang van deze getuigen. Ook in Jeruzalem. De Heer is in Jeruzalem gestorven, opgestaan en naar de hemel gevaren. En deze getuigen worden in Jeruzalem gedood, staan in Jeruzalem op en vanaf Jeruzalem varen ze ook in de wolk naar de hemel. Dus je ziet wel een hele grote overeenkomst tussen de Heer Jezus en deze getuigen. Nou, het laatste, dat is dan het derde wee. Ja, ik ga nu zo stoppen. Het derde wee, dat is vers 15 tot en met 18. Dat spreekt vanzelf, dus daar hoef ik niet veel over te zeggen. Hoewel, dat derde wee, dat is natuurlijk, dat is het allerlaatste. Hè? Nou ben ik bij gedachte 3. De ene tempel hebben we gehad, de twee getuigen hebben we gehad, het derde wee. U weet, als u het een beetje gevolgd hebt de vorige keren, die derde wee staat gelijk aan de, hoeveelste bazuin?
Aan de zevende bazuin. Eerste wee was de vijfde bazuin. Tweede wee was de zesde bazuin. Openbaring 9. En derde wee is de zevende bazuin. En die zevende bazuin is de laatste bazuin. De laatste bazuin. En als die geblazen wordt, dan komt er uit die zevende bazuin, dat zullen we dan zien in hoofdstuk 16, komen daar die zeven plagen, die zeven schalen, schalen van Gods toorn. Maar dat is echt, dan sta je op de drempel van de wederkomst. Bij die zevende bazuin moet ik denken aan Jericho, de inname van Jericho. Als die zevende bazuin geblazen wordt, dan hebben ze het land niet ingenomen, maar dan gebeuren er twee dingen. Het volk gaat dan juichen en op dat moment vallen de muren om en dan kan het land worden in bezit genomen. Weet je wat ik hier zie? De zevende bazuin wordt geblazen en het volk gaat juichen. Althans, de engelen gaan alvast juichen en de oudsten gaan alvast in de hemel juichen, vers 15. En ik hoorde grote stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en zijn Christus. Dat zijn de engelen die alvast gaan juichen. En in vers 16, de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, die gaan ook alvast juichen. En dan zien we inderdaad dat de muren of het ongeloof inzakt. Dat zijn de volgende hoofdstukken. En dat dan de Heer Jezus de aarde in bezit kan nemen. Dat de Heer Jezus dan openlijk als de overste van de koningen der aarde bezit zal nemen van deze wereld. Op dat moment kunnen nog heel veel mensen doodkomen. Toen Jericho werd ingenomen, op dat moment, kwamen er mensen nog geloof? Een raag, oh jij denkt aan raag. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja. In ieder geval, voor de ongelovige massa was het toen gebeurd. Toen was het toen gebeurd. Op dat moment, het volk juichte, maar op dat moment was de maat vol. En toen nam het volk het land in bezit. Ja, ik zou graag nog wat willen zeggen. Ik doe dat nou niet hoor, ik ga echt stoppen. Over, dat moet u zelf doen, over die aanbidding van die oudsten. Zo mooi. Ze zitten op tronen, vers 16. Ze zitten op tronen. En wat doen ze dan? Dan blijven ze niet zitten. Dan komen ze van die tronen af. Dan staan ze op. Dan staan ze op. Ik ben blij dat wij aan het eind van de kerkdienst ook opstaan van onze zitplaatsen. Opstaan. En dan vervolgens vallen ze voor hem neer. Vallen ze voor hem neer. En dan komen ze met een prachtig aanbidding, een loflied. Wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was, die komen zal, voor uw grote kracht en dat u als koning heerst. Weet je wat er dan in vervulling gaat? Dan gaat echt ten volle in vervulling wat wij heel vaak bidden. Uw koninkrijk komen. Dat gebeurt dan hier. Want van u is het koninkrijk en de uw grote kracht hebt aangenomen. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Goed, laat ik hierbij stappen. Is dat een vraag of is dat een strikvraag? Broeder Vlot die vraag stelt altijd vragen waar hij zelf de antwoord al op weet. Dus, het is niet dezelfde vraag, het is niet dezelfde bazuin. Want die bazuin uit 1 Korinthe 15 is een zegenbazuin. En hier is het een oordeelsbazuin. Ja, maar dat gaat samen al één vraag en twee kanten. Ja, maar ik denk dat er verschil in zit. We gaan zingen. Van het gebed des Heren, gezang 5. Gezang 5. Gebed is hier 8 en 9. Ja, zeker. Ja, had ik ook in gedachten. Verlos ons uit der boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Dus zijn welk ogenblik.
blik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Hij sterk ons dan en maak ons vrij. Want u is koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is aldeer. U die ons helpen wilt en kunt. Die in uw Zoon verhoring gunt. Die door uw Geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Zullen we eindigen met een dank. O Heere, wij voelen ons zo klein en zo nietig in vergelijking met die grote toekomst van U. Aan de ene kant, Heere, dan beven we als we iets hebben mogen zien vanuit Uw woord, wat voor een tijd er zal aanbreken op deze wereld. Die grote afval, dat beest, de antichrist, de verleiders. Heren, aan de andere kant verlangen we naar die tijd dat u al uw getrouwen, uw kinderen, de gelovigen, de kleine en de grote, zal opnemen in de hemel. Wat zal dat zijn? Kom hogerop. Bevorderd te worden tot heerlijkheid. Dat geldt niet alleen straks voor die twee getuigen, maar het geldt voor elke christen die nu, nadat hij hier op aarde zijn werk heeft gedaan, zal ontslapen. Dan daalt het lichaam in het graf. Maar de ziel die krijgt te horen, kom hogerop, mijn vriend. Heren, wij willen u danken voor het getuigenis dat u alle eeuwen door heeft. Ook in die komende tijd, maar ook nu al. Nu al, nu het nog genadetijd is. Dat er geen twee getuigen zijn, maar ontzettend veel knechten van u. Die in Nederland, in het buitenland, in de dorpen en ook in de grote steden, uw evangelie mogen uitbazuinen. Opdat zondaars, kinderen, kleinkinderen, gemeenteleden, buitenkerkelijk het mogen horen dat Jezus Christus koning is, redder en verlosser. Opdat wij nu al voor hem buigen. En nu al zullen belijden, hij is de Heer van mijn leven. En Heere, wilt u geven toch, dat er nog velen worden toegebracht. Juist ook die mensen, ja, niet alleen degene die wij niet kennen, maar juist ook degene die wij wel kennen, waar we veel van houden, Heere. O, dat ze zullen worden gered en zullen worden bewaard voor die tijd. Wij danken u, o God, dat we mochten eindigen in die aanbidding. Dat de oudste aanbidden, wij danken u, want uw grote kracht, uw koninkrijk komt. Uw heerlijkheid, uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Deze aarde, waar nu nog zo gevloekt wordt, zal met uw vrees worden vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. En Heere, daar verlangen we naar. Dat u, Heer Jezus, openlijk koning zal zijn. Niet alleen van mijn leven, maar van het ganse heelal. Dat u wordt toegezongen, de lof en de eer, tot in alle eeuwigheid. Er waren moeilijke dingen vanavond, maar Heer, geef toch dat we naar huis mogen gaan. Met de indruk dat uiteindelijk alles in uw hand ligt en dat u uw plannen volvoert. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis en graag tot ziens. Ja, trouwens, de Bijbellezing die stopt even met de openbaring. Omdat het winterseizoen er gebruikt, dan doe ik de Bijbellezing openbaring één keer per maand. En in 3 mei, dan begin ik met de Maranatenkring. En dan heb ik weer een verrassing voor u. En dat leest u in de komende kerkbode. Oh. Dus openbaring stoppen we even mee. Dan volgend jaar beleven we wel eens verder. Goed, wel thuis.